Hoi allemaal, mijn naam is Jeroen, jullie videoranger van Burgers Zoo. Het begint een beetje te sneeuwen, dus ik hoop eigenlijk dat ik Bas snel kan vinden, want het is behoorlijk koud hier. Maar ja, je weet het hè, met Bas, ik kan hem nooit vinden als ik hier ben, dus ik heb gewoon geen idee. Hey, kom. Envelop. Bas heeft weer een geheime envelop voor mij, dus ik ga hem even heel snel openmaken. De vraag is, of eigenlijk de opdracht, lukt het jou om beter in te schatten dan de dierenverzorger hoe lang het duurt voordat de tijgers jouw verstopte vlees hebben gevonden? Ja, de tijgers, daar heb ik natuurlijk weer super veel zin in, want dat is een van mijn eerste items geweest hier in de dierentuin. En ja, ik vind het ontzettend tof om hier weer naartoe te gaan, dus op naar de challenge zou ik zeggen. Hey, goedemorgen. Zijn we er weer? Ja. Dat was een tijdje geleden. Ja. En we gaan weer lekker aan de slag. Als ik het goed heb, gaan we voer ophangen voor de tijgers. En ik moet een gokje wagen hoe snel ze dat voer te pakken hebben. Okay. Want dat schijnt, je schijnt het op een speciale manier op te hangen, of in ieder geval een soort van te... Dat gaan we samen doen. Dat gaan we samen doen. Ja, en dan is het aan mij om, om een gokje te wagen. Ja, is goed. We willen eerst even kijken welke beest we gaan voeren. Lijkt me goed, ja. Ja. Wat krijgen ze te eten, Theo, vandaag? Vlees. Vlees. En wat voor vlees is er? Want het lijken wel ribben. Ja, klopt. Het is een stuk koe, rundvlees. Een stuk rundvlees, ja. Nou ja, ik hoop dat ze er genoeg aan hebben, maar het ziet eruit als een flinke hoop vlees. Ja, ja, ja. We nemen even een mes mee en wat touw. Ja. En dan kunnen we het een beetje vastbinden. Dan hebben de bezoekers ook wat te kijken. Precies, ja. Gaan we dat doen? Inmiddels gaat het hek open richting het buitenverblijf en gaan we proberen het vlees op een zo goed mogelijke manier te verspreiden. Het is dus de bedoeling dat we het vlees, al deze takken, proberen vast te maken. En dat is eigenlijk een vorm van verrijking. En dat betekent dus eigenlijk dat we de tijger ook hier in de dierentuin toch nog een beetje willen uitdagen. Nou, we proberen om het zo vast te knopen dat ze het niet heel snel los kunnen krijgen. Ja, want dat is eigenlijk dus een vorm van verrijking, hè? Ja. Dat ze op deze manier dus proberen uit te dagen. Je moet ook door het raam kunnen zien, hè? Ja, precies. De bezoekers, natuurlijk ook leuk. Ja, en wat Theo nu doet, is hij snijdt dus een gat in het midden van het vlees. En daar haalt hij dan het touw doorheen, waarmee je het dus goed kan ophangen aan een van de boomtakken. Mag ik het proberen om er eentje vast te maken? Dan geef ik, geef de camera aan jou. Heb je nog een plek waar handen Ja, zoek zelf wat uit. Ik zou het zo ophangen dat het voor de bezoekers mooi te zien is. Zichtbaar is. Kijk hoe handig Jeroen ermee is. Hij ziet er natuurlijk al heel handig uit, maar... Alleen maar uiterlijke schijn. Uiterlijke schijn. Helemaal. Ja, hangt prima. Hij hangt? Ja. Hartstikke goed, gaan we eerst ophangen. Eén stukje nog. Ja. We beginnen nu echt te sneeuwen, Jeroen. Ja, het begint nu echt... Het begint ook redelijk koud te worden, dus ik heb zoiets... We hangen snel het laatste stukje vlees op en dan gaan we kijken hoe de tijgers naar buiten mogen. Precies. Zo. Hopsakee. Nou, dan gaat de deur dicht. Natuurlijk weer met een goed slot, zodat de tijgers mooi achter slot en grendel zitten. En zoals je ziet gaat ook nog de schuif open na het buitenverblijf, zodat de tijgers naar buiten kunnen. Theo, je mag de schuif open doen. Nou, daar gaan ze. Dat is één. En daar komt de moeder er snel achteraan. En volgens mij zit er nog eentje in het verblijf en die is nu ook weg. Op naar buiten, op naar het vlees. Ik moest inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om het vlees eigenlijk van de takken af te halen en dus te pakken te krijgen. Nou ja, ik denk dat het niet zo heel lang hoeft te duren, dus ik denk dat het alle stukken 5 minuten. Nou, ik zeg minder. Jij zegt nog minder. Maar ik denk dat je aardig in de buurt zit. Ja, we gaan het zien. Ja? Okay. Yes, ik loop met je mee naar buiten. Als je het fout hebt, dan ga je gewoon even een handje schoonmaken. Ja, daar was ik alweer bang voor. Ja, dat zou niet de eerste keer zijn. Met zo'n poetje word je warm van. Hartstikke goed. Nou, ik ga de stopwatch ook aanzetten en dan gaan we zien of ze het inderdaad, of ze er 5 minuten voor nodig hebben om het vlees te pakken. En daar lopen ze. Kijk, dan komen ze naar buiten. En de tijger loopt nu recht richting het stuk vlees wat hier aan de boom hangt en heeft het nog niet te pakken en begint dan toch wat te knagen. Nou ja, en dat is een van de jongen die heeft nu het grote stuk vlees te pakken. En die is natuurlijk nu een beetje aan het aftasten hoe ze het van de boom kan krijgen. Ja, nu zie je het ook goed, hè. Nu heeft ze zoiets van, nu heb ik ook honger en nu wil ik het ook zo snel mogelijk te pakken krijgen. Hier dus achter mij zie je nu dat een van de jonge tijgers probeert het grote stuk vlees te pakken. En nou ja, ik zou niet heel graag haar prooi willen zijn, want ze is er behoorlijk wild mee. Dus ik denk,
gaat alle kanten op en ik denk dat ze hem zo van de boom kan trekken. Inmiddels zijn we de 5 minuten in ieder geval voorbij. Dus dat betekent dat ik in ieder geval niet hoef schoon te maken. Waardoor denk je dat het kan komen dat ze er nu wat langer over doen? Nou, ik zag het allemaal naar buiten doen. Ja? Ze hebben jou net binnen gezien. En dan ga je hier voor die ruit staan met zo'n cameraatje. En dan op de een of andere manier vinden ze dat toch te bedreigend. Precies, ja. En je zag het ook aan het gedrag, hè, van het vrouwtje kwam helemaal sluipend naar buiten. Nou, dat is het denk ik. Toch een soort van, is dat dan toch dat ze zich bedreigd, geïntimideerd voelen? Ja, als wij weg zijn hier, dan weet ik zeker dat ze gaan eten. Ik wou net zeggen, dan denk ik dat het voor ons tijd is om af te ronden. En dan gaan wij lekker een warm kop koffie drinken. Ja, en dan laten we de tijgers ook zich rustig eten. Goed plan. Hey Theo, super bedankt. Tof dat je me weer naar de tijgers hebt meegenomen. Want ja, het zijn zulke mooie dieren. En ik zou daar elke dag wel een item over kunnen maken. Graag gedaan. Hey, top. En vonden jullie het nou leuk? En willen jullie nou meer dieren gevoed zien worden hier in Burgers' Zoo? Zorg er dan voor dat je hier beneden op een duimpje omhoog klikt. En dat je je abonneert op het kanaal van Burgers' Zoo. Zodat je elke week op de hoogte blijft van de nieuwste vlogs hier in de dierentuin. Ik zie jullie in ieder geval volgende week. Doei!